Ja, ik heb tegen hem gezegd dat ik aanneem dat hij voortaan de explosies doet. Met een paar buren komt Bernard de Wolf kijken bij de bunker in Bilthoven. Ze krijgen een rondleiding van de burgemeester. De belangrijkste vraag van de bewoners is, wat gebeurt er nou met die bunker? Maar daarop komt geen duidelijk antwoord. Wat we dan gaan doen, dat weet de gemeente. De rondleiding is een mooi initiatief, vindt de Wolf, maar hij blijft kritisch. Ja, nou kun je het dus van heel dichtbij zien, dus dat vind ik wel een goed initiatief. Daar ben ik het wel mee eens. Alleen ik ben het niet eens met de gang van zaken. Ik bedoel, als je een rotje afsteekt, dan moet je al oppassen. Maar als je 840 kilo in een bunker, een kilo springstof in een bunker komt, dan kan er niks gebeuren. Merkwaardig. Begin juli wordt de bunker opgeblazen. Het had een gecontroleerde explosie moeten zijn, waardoor die instort. Maar een groot deel van de explosieven gaat niet af. Gevolg? Brokstukken die meters in het rond vliegen en tienduizenden euro schade aanrichten. Ook bij de Wolf valt een flinke steen in de tuin, precies op de plek waar zijn kat vaak ligt. Het was echt een hele harde dreun. En ja, als je dan een brief hebt gekregen waarin staat lichte plofgeluiden en gefaseerde ontploffing. En het blijkt dat ze 840 kilo hebben willen ontsteken in één klap. Nou, gefaseerd en een lichte plof. Hij wilde in het nieuws en dacht, doe ik dat? Gewoon boem. Is dat zo, burgemeester? Nou nee, zo kun je het niet zien. Dat is niet een analyse die ik deel. Een analyse die door de Wolf niet gedeeld wordt, is die van het onderzoeksrapport. Daarin staat dat de bunker nog steeds opgeruimd kan worden door hem op te blazen. Nou, dat vind ik onbegrijpelijk. Want ik bedoel, er werd vorige keer ook beweerd, er kon niets misgaan. Nou, een beter bewijs dan dat het mis kan gaan, hebben we allemaal gehad. Je kan niet in de toekomst kijken. Als je iets doet, loop je een risico. Dus het verhaal van er kan niks misgaan, nee. Dus we moeten maar een andere manier vinden.